Hij is zo enthousiast voor auto's. Ik denk dat hij nog wel vaker hier in het museum gaat zijn. Zo, welkom bij het Landman Museum. Uw museum natuurlijk. Wat zou jij doen als je voor één dag de baas van een groot bedrijf, een ministerie of van een van de grootste autodealers van Nederland was? De 17-jarige Arjan uit Spoorwijk mocht bij de Lauwman Groep voor één dag met de scepter zwaaien. Dit is best wel een droom die uitkomt, want het is heel bijzonder en ja, om de baas te zijn van zo'n groot bedrijf. Want het is niet alleen het museum, maar ook de autodealers. Dan, ja, het is bijzonder. Wat hoopt hij ervan op te steken? Ik hoop zelf te leren hoe het bedrijfsleven eraan toe gaat. En ik wil ook kennis maken met iets anders dan mijn dagelijks leven. Met de baas van morgendag wil Jink ervoor zorgen dat ook jongeren uit achterstandswijken een goede start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Iets waar CEO Sean Heller graag aan bijdraagt. Vaak is het niet gemakkelijk om kansen te krijgen. Nou, als we dan door zo'n iets eenvoudigs, door hem deze kans te geven en dat hij erover gaat praten op zijn school en bij zijn vrienden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus weet je, ik vind het gewoon fijn om zoiets te kunnen doen. De tijdelijke baas gaat aan de slag met het testen van de museum-app en ziet al direct verbeterpunten. Dat ik niet elke keer naar het begin moet. Want nu heb ik één vraag beantwoord, moet ik weer naar het begin en moet ik de volgende vraag gaan zoeken met de naam van de auto waar ik sta. En wanneer ik een videogame ga spelen op de Xbox, PlayStation of wat dan ook, kom ik gelijk bij de volgende level. In dit geval zou het de volgende vraag zijn. En ja, dat zou beter kunnen. Aan het eind van de dag wordt Arjan weer terug naar school gebracht en is hij een hele bijzondere ervaring rijker. Met bovendien een waardevol contact. Ik heb hem een kaartje gegeven waar ik een belofte op heb gedaan. Hij zegt van Arjan, dit is mijn telefoonnummer, dit is mijn adres. En je mag me altijd bellen als ik je een keer een goed advies moet geven. En dan hoop ik dat ik je daarbij kan helpen. Maar die belofte die staat. En verder, ja, hij is zo enthousiast voor auto's. Ik denk dat hij nog wel vaker hier in het museum gaat zijn.